Het kasteel van Coevorden ziet er weer prachtig uit. Het is nu dan ook een luxe hotel. Maar tot 1967 was het kasteel ernstig in verval. In dat jaar besloot het gemeentebestuur tot restauratie. En in 2008 werd begonnen met de verbouwing van het kasteel en het gouverneurshuis tot hotel. Het kasteel van Coevorden is in 1046 zijn leven begonnen als een zogenaamde motte, die na verloop van tijd uitgroeide tot een burcht. Een silhouet van de kasteeltoren is opgenomen in de Drentse vlag. In 1395 bepaalde de heerser, bisschop Frederik van Blankenheim, dat kasteel Coevorden het enige kasteel in Drenthe mocht zijn. Nadat prins Maurits in 1592 Coevorden op de Spaanse troepen had veroverd, kwam op het kasteelterrein een apart verdedigbare citadel. En direct grenzend aan het kasteel werd het gouvernementsgebouw opgetrokken. Toen de vestingfunctie van Coevorden verdween, verdween ook het belang van het kasteel. Na de restauratie is het kasteel een goed voorbeeld van een complex dat in een aantal eeuwen is ontstaan. Binnen de vesting Coevorden vormde het kasteel een extra vesting, een citadel, die afzonderlijk kon worden verdedigd als de stad zou worden veroverd. Eromheen liep een gracht van 22 meter breed. Tussen de citadel en de stad lag de Weeshuisweide, een open gebied. De loper tussen markt en kasteel is vormgegeven als een lichte brugconstructie die over de verschillende tijdlagen heen zweeft richting Motten.